Allahu Akbar, Allah. In de Leidse imam Malik moskee gaat het gebed nog wel gewoon door, maar voorlopig zonder de gelovigen. Het coronavirus dwingt moskeebesturen in het hele land om verregaande, pijnlijke maatregelen te nemen. Maar er is nog meer aan de hand. Eigenlijk nu sinds afgelopen zaterdag zijn er heel veel vragen gekomen over overledenen die hier al klaar stonden om naar Marokko gevlogen te worden. Nou, die worden nu deze dagen in Nederland begraven. Maar we hebben ook te maken met personen die ergens in het buitenland zitten en niet terug kunnen komen. En ja, daar zijn heel veel gevallen. En wij begrijpen ook dat de Nederlandse overheid ook op dit moment aan het nadenken is om vliegtuigen te sturen naar verschillende landen, om Nederlandse burgers daar op te halen en hier naartoe terug te halen. Ja, komt u binnen. Dit is bewassingsrand. Hier bewassen wij de overleden. De mannen wordt bewassen door mannen en vrouw door vrouwen. Bij een overlijden is Kakni Mebarek een van de vrijwilligers die de rituele wassing doet in de moskee. Maar als iemand overlijdt aan het coronavirus, moet hij in het mortuarium zonder contact te maken gewassen worden. En wordt gewoon water overheen geschonken. Daarnaast moet degene die de wassing doet zichzelf nog veel beter beschermen. Er is veel onduidelijkheid bij de RIVM en de GGD over de besmettelijkheid van het virus nadat iemand is komen te overlijden. Het is niet duidelijk of het virus dan nog überhaupt leeft en zo ja, hoe lang nog. Dus daarom ook deze vergaande voorzorgsmaatregelen voor degene die de wassing doet.